Het is bijna zover. Plopsa komt binnenkort naar Mechelen met een fantastisch Plopsa Qua Waterpark. Een plek voor elke sportieve en recreatieve zwemmer. Voor elke Mechelaar dus. Duik met ons mee en ontdek er alles over. Het nieuwe Plopsa Qua Mechelen Zennebad wordt geïntegreerd in de omgeving. Het belevingsplein, een aangename groene verblijfsruimte in open lucht, functioneert als centraal ontmoetingsplein waarom de gebouwen gegroepeerd zijn. Plopsa Qua Mechelen Zennebad biedt plaats voor zowel sport en educatie als voor ontspanning en recreatie. De sportievelingen, de vele scholen, de sportclubs en groepen kunnen trainen in het stedelijk gedeelte, het Zennebad. Wil je gewoon genieten van wat waterpret of ben je een durval en op zoek naar spanning, dan ben je welkom in de recreatieve zone met verschillende baden en glijbanen. De geluid- en lichteffecten garanderen een magische beleving voor iedere bezoeker. Voor de inrichting van het nieuwe zwemcomplex wordt rekening gehouden met de noden en behoeften van het grote aantal zwem- en watersportclubs. Voor hen wordt Plopsa Qua Mechelen Zennebad een nieuwe thuis na het sluiten van het stedelijk zwembad Geerdegem-Vaart. Het stedelijke gedeelte Zennebad zal 3 baden tellen. Een zwembad van 25 meter op 34 meter zorgt ervoor dat de waterpololiefhebbers hun sport op het hoogste niveau kunnen beoefenen. Met meer dan 15 banen krijgen alle baantjeszwemmers, scholen of zwemscholen en clubs er voldoende plaats om te sporten. En een zone met een diepte van 4 meter betekent een stevige professionalisering voor de duikers. De beginnende zwemmers, maar ook scholen en clubs, starten hun watergewenning en hun eerste zwemslagen in een kleiner 25 meter bad en een instructiebad. Plopsa Qua Mechelen Zennebad betekent voor de Mechelaar meer dan een verdubbeling van beschikbaar zwemwater. Stad Mechelen zorgt voor democratische toegangsprijzen voor alle Mechelaars. Je krijgt dus meer kwaliteit en meer zwemwater voor vergelijkbare tarieven met het huidige zwembad Geerdegem-Vaart. En met hetzelfde ticketje kan je bovendien gebruik maken van het recreatieve bad en van het sportieve bad. Plopsa Qua Mechelen Zennebad biedt samen met Technopolis een fantastische vrije tijdsbeleving. De activiteiten van beide attracties vullen elkaar perfect aan. Dat zorgt ervoor dat bezoekers beide parken kunnen combineren op één dag en aan een voordelig tarief. Plopsa Qua Mechelen Zennebad is bereikbaar te voet, met de fiets, de bus, de auto en de autocar. Een vlotte en veilige bereikbaarheid voor de voetgangers en fietsers is cruciaal. Gemotoriseerde voertuigen krijgen een aparte inrit, waardoor de bezoekersstromen conflictvrij en veilig verlopen. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt onder de loep genomen en verbeterd, net zoals de toegangswegen in de ruimere woonomgeving van het zwembad. Ook hier investeren Stad Mechelen en Plopsa in veilige oplossingen voor fietsers en voetgangers. Plopsa streeft absoluut naar een optimaal behoud van bos. Voor de bouw van Plopsa Qua Mechelen Zennebad is een beperkte boskap noodzakelijk, maar het zennebeemde bos blijft voor 88% intact. Het deel dat verdwijnt, wordt elders op het grondgebied van Stad Mechelen dubbel gecompenseerd, waardoor Mechelen nog groener wordt. Met de komst van Plopsa Qua Mechelen Zennebad zet Plopsa in op diverse ecologische technologieën. Er komt een eigen waterzuiveringsstation dat alle afvalwater van het park zuivert. Zonnepanelen dragen bij tot het streven naar energie-neutraliteit. En een warmtekrachtkoppelingssysteem zorgt ervoor dat er continu warmte en elektriciteit worden opgewekt. Zo stelt Plopsa alles in het werk om het nieuwe zwembadcomplex zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk uit te baten. De ruimte die Plopsa Qua Mechelen Zennebad inneemt, wordt tot een minimum beperkt. Verschillende functies worden samengebracht, waardoor een zo klein mogelijke oppervlakte gebruikt wordt. Kom je met je wagen naar Plopsa Qua, dan parkeer je bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw als de bezoekers van Technopolis. Bovendien zal in de toekomst aan de zuidkant van de gebouwen niet meer gebouwd worden. Dit betekent dat deze zone in de toekomst een groene zone blijft. We hopen jullie binnenkort te verwelkomen in Plopsa Qua Mechelen Zennebad.